17 september, de dag die al heel lang in mijn agenda stond. De dag waarop iets bijzonders gaat gebeuren. Want twee maanden geleden, denk ik ongeveer, heb ik besloten om ambtenaar van de burgerlijke stand te worden voor één dag. Fenna en Bram wilden door mij getrouwd worden. En vandaag is de dag dat dat gaat gebeuren. Zoals je ziet, er is nog niemand. Maar zometeen stroomt het hier vol. En mag ik voor het eerst in mijn leven mensen gaan trouwen. Maar ja, daar hoort natuurlijk wel een gepaste outfit bij. Tadaa! Ja, nu is het helemaal af. Mijn speech is klaar. Ik ben erop gekleed. Het is nu wachten op het bruidspaar. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Ja, top. Oké. Nou, geniet ervan, hè? Even een applausje voor deze binnenkomst. Ja, welkom allemaal op deze bijzondere dag voor heel veel mensen. Natuurlijk in het bijzonder voor Bram en Fenna. Ik dacht, omdat het zo belangrijk is vandaag en voor jullie zal het vast ook heel spannend zijn, heb ik even iets om mij af te trappen. Even een whiskytje, want ja, dat past wel. Alleen ja, ik kan er zelf ook wel in gebruiken, dus... Ze gingen 4 weken lang op vakantie. Ze gingen naar de Shetland-eilanden, in het noorden van Schotland. En daar, op een wit strand, was daar dan de vraag, op de warmste dag van het jaar, het was maar liefst 18 graden. daar was het Bram die Fenna vroeg op 13 augustus 2012. Waarop Fenna uiteraard ja zei. En we zijn nu ruim 3 jaar verder, in Westerbork. Met een DJ die hier ineens staat te vertellen hoe het verhaal gegaan is. Het kan raar lopen in het leven. Ja, we blijven lekker vrij en we gaan werken overal in het buitenland. Nee, we zijn in Nederland en we gaan trouwen. Dus ik wil jullie vragen om te gaan staan. En het enige wat ik van jullie nodig heb is... is dat nu al bezwaar, toch niet? Ik moet de vraag nog stellen. Abraham Casimir Duin, neem jij Fenna Roelina Huizing aan tot je wettige echtgenote? En beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is hierop jouw antwoord? Ja, heel graag. Fenna Roelina Huizing, neem jij Abraham Casimir Duin aan tot je wettige echtgenoot en beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is hierop jouw antwoord? Ja. Oh jongens. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Midden-Drenthe en een beetje namens Q-Music dat u door het huwelijk aan elkaar verbonden bent. Dan mag gekust worden. Ik ben er warm van. Het is zo spannend. Maar je bent zo belangrijk voor die mensen. Het is de belangrijkste dag van hun leven. Maar volgens mij ging het best oké. En daar werd af en toe gelachen. Dus dat was ook wel een beetje de bedoeling. Dus ik denk dat het goed is gegaan. Het is wel heel tof dit.